Dat ik gelijk een soort van site laat zien. Want het is eigenlijk de site die je laat zien. Want die checklist is van Rockstar zelf. Dus dat is het uh, makkelijkste. Hij is gelinkt aan je eigen account. Waardoor alles wat je op die site ziet echt um, ja, gewoon perfect is. Bijvoorbeeld uh, alle parts die je hebt gevonden, die staan erbij. Maar ook alle parts die jij niet hebt gevonden, die zijn echt gelinkt met jouw account. Waardoor jij bijvoorbeeld niet uh, naar een plek rijdt naar een part die je al gevonden hebt. Er staat echt bij van deze heb je nog niet gevonden, deze heb je wel gevonden. En verderuit staan alle missies die je hebt gedaan, alle side-missies, alle strangers, alle hobby's, alles staat erbij. Dus het is echt een hele goede um, checklist. En alles wat jij dus al hebt gedaan staat erop en alles wat je nog niet hebt gedaan staat erop. Dus het is heel makkelijk om te volgen. Want persoonlijk heb ik best wel veel games van Rockstar 100%. Ik heb Midnight Club, um, ik heb GTA 4, uh, even kijken, GTA Bell of Gatony, Tony, uh, Lost and Damned, uh, Red Dead Redemption. Het zijn allemaal games van Rockstar die ik 100% heb gehaald. En uh, games van Rockstar staan erom bekend dat ze vrij uitgebreid zijn. En het is dus ook best moeilijk om alles uh, te, ja, te complete zijn, zeg maar. om alles gedaan te hebben waardoor je echt een checklist nodig hebt. En dat is bij GTA 5 ook het geval. Daarom laat ik jullie dus deze checklist zien. We zijn bijna gefinished, dus dan uh, laat ik jullie gelijk die, um, die checklist zien. En dat is nu. Dus ik ga even naar, naar internet toe. Nou, zoals je nu ziet, is mijn uh, beginscherm gewoon van de computer. Nou, dan klik op, uh, op Google of op Internet Explorer. Maakt niet uit wat je hebt. Nu kom ik deze pagina terecht. gekke. <laughs> Ik hoop dat jullie me ooit gezien hebben. Dan gaan we naar Rockstar. Ja je kunt dus gewoon naar Rockstar, Rockstar Games. Dan kom je op deze pagina terecht. Ga naar Social Club. Je kunt ook gelijk naar Social Club gaan. Maar ik doe even dit. Dat is voor jullie denk ik het makkelijkste. Dan zie je dus hier mijn, uh, mijn account. En dan zie je profile. maakt niet uit waar je op klikt. Je komt uiteindelijk op hetzelfde terecht. Ik klik wel gewoon op profiel. Oh, rechtermuisknop wel nou, de linker, maar ik deed de rechter. In ieder geval als ik op deze pagina terecht, dan zie je dus mijn account is gelinkt met die van de PlayStation. Volgens mij is dat wel de bedoeling, want als je dat niet doet, dan is die, um, die pagina, die checklist is niet up to date. In ieder geval uh, voor de rest zie je Cruise. je kunt maar crew joinen, Dennis crew, uh, waarschijnlijk, misschien dan al wel meer uh, members, ik hoop het wel. Op het moment 104. In ieder geval hier zie je dus de games van Rockstar, Red Dead Redemption, GTA V. Um, of Gate Tony, Lost and Damned, Midnight Club en GTA 4, allemaal 100% dus. Je kunt daarop klikken, je kunt vervolgens ook hierop klikken. Je ziet dus GTA 5 heb ik op het moment bijna 83%, maar um, laten we zeggen ik klik hierop. Dan gaan we dus naar uh, de, um, de pagina van GTA 5. Nou je ziet dus uh, pagina, je ziet mijn personages van singleplayer en die van multiplayer. En nou, je ziet ook welke ik het meest gebruikt. Dat is Franklin. Ik gebruik echt veel meer dan de rest. Je ziet ook dat ik bijna geen geld heb, bekom, dat ik op het moment geïnvesteerd heb. Dus daar staat hij nou even niet bij. En uh, ja, hier ben ik 30,5. In ieder geval, je gaat naar checklist toe. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Je gaat naar checklist. Dan kom je dus uiteindelijk op deze pagina terecht. En dan zie je dus uh, alles wat je kunt doen. En dit is echt alles wat je moet doen voor 100%. Dus het is op zich niet heel veel. Hier zie je alle missies. Die heb ik dus 69 van de 69. Dan kun je ook kijken hoe ze allemaal heten. En uh, als je ze dus niet gecomplete hebt, dan staat er een slotje bij. Dus je ziet. Nou, hier heb je dus hobby's en pastimes. En dan kun je eens dus kijken, wat moet ik allemaal doen voor die dingen te completen? Nou, dit hoeft waarschijnlijk niet, want die staat bij Collectors Edition Only. Maar um, hier, je moet naar, naar strip toe en dan de private dance. Nou, die heb ik dus blijkbaar nog nooit gedaan. Dacht ik van wel, misschien heb ik hem dus nooit gesaved. Dus uh, nou, daar kun je even kijken wat je allemaal moet doen. Er zijn dus ook dingen waar bijvoorbeeld uh, arms traffic ground 1. Nou, ik weet niet wat dat precies is. Nou, als je dat wil weten, dan, uh, dan kun je eigenlijk hier niet veel uh, mee doen. Dan zul je zou waarschijnlijk gewoon op Google moeten kijken. Er staat dus overal een kleine beschrijving bij wat het precies is. Maar uh, ja, als je dus niet weet wat het is, dan uh, moet je gewoon even op Google kijken. Want er staan gewoon gekke dingetjes bij. In je Triathlon, dat is gewoon makkelijk. Dan weet je dus dat je die dingen moet doen. Er staan gewoon allemaal op de kaart. Hier, golf, tennis, dat heb ik allemaal nog niet gedaan. Dan weet je dus gewoon, dat moet je doen om uh, het spel 100% te halen. Verder heb je hier uh, Strangers and Freaks. Nou, daar zie je dus allemaal missies. En ze zullen misschien wel denken, ja, ik heb niks aan de titel van de missie. Ik wil weten waar ik die kan completen. Nou, daar komen we zo meteen op. Hetzelfde is, is, is dus bij uh, Random Events, Bustour. Al die kleine dingetjes. Security van. Die kun je dus allemaal overvallen. En uh, hier van alles en nog wat. Nee, naar de kapper gaan. Complete 25. Under the bridge. Knife flights. Nou, al die dingetjes. Die kun je gewoon allemaal doen. En uh, dit zijn gewoon dingetjes. Ja, hier als je zegt naar de kapper. Nou, dan weet je wel wat je moet doen natuurlijk. Uh, purchase a haircut. Uh, als je niet weet wat dat is. Nou, in ieder geval, dat is dus dat je ja, een kapsel moet kopen bij de kapper. Nou, als je niet zo goed bent in Engels. Dan moet je er gewoon allemaal in Google in typen. Moet je gewoon gaan vertalen, want daar kan ik je natuurlijk ook niet allemaal bij helpen. Ik kan moeilijk al die dingetjes nalopen, want dan ben ik gewoon die, uh, heel lang bezig. Heb ik heb elke video van 50 minuten, dat is niet de bedoeling. Maar in ieder geval, dit is eigenlijk het belangrijkste: dit is uh, de complete kaart van, uh, van GTA met alles erin wat je kunt vinden. En nou, hier zie je dus al die dingetjes. Laten we zeggen, we zetten hier even wat dingetjes uit en ik wil alle space parts vinden. Nou, ik heb ze dus allemaal gevonden. Hier staat ook found. Dan uh, laat hij alles zien wat jij gevonden hebt. Nou, als jij wil uh, weten wat je allemaal niet hebt gevonden, dan doe je gewoon not found. Nou, in dit geval staat er niks omdat ik ze dus allemaal gevonden heb. En hetzelfde geldt voor die uh, letter scraps. Maar als we deze even uitvinken en we gaan bijvoorbeeld random events. Deze random events heb ik allemaal nog niet gevonden. Dit zijn ze allemaal. Dus alle gele heb ik wel gevonden. Dus alle witte heb ik niet gevonden. Dat is heel makkelijk. Dan ga je gewoon naar die plek toe en dan ga je die gewoon even, uh, ga je die gewoon even halen. Dit is het makkelijkste. Hetzelfde met strangers. nou Welke strangers heb ik allemaal nog niet? Nou, die staan dus allemaal die vraagtekens. Dan rijden gewoon naartoe. Het kan zijn dat ze er niet altijd zijn. Soms zijn het met, uh, met andere personages. Bijvoorbeeld met Trevor of met Franklin of met Michael. Het zijn dus soms voor één van die personages. Soms kun je ze met allemaal doen, soms niet. En soms zijn ze gewoon op een bepaalde tijdstippen niet. Maar dit is eigenlijk heel makkelijk. Vooral met die uh, andere twee dingen deze. Als je dus gewoon kijkt welke heb ik er niet gevonden. Dan, uh, dan vind je daar gewoon uh, aan bijvoorbeeld die je not found. Dan kun je dus alles vinden wat je niet gevonden hebt. En uh, dit zijn ze dus allemaal. Dat is veel makkelijker dan dat je gewoon op internet gaat zoeken. Bijvoorbeeld naar een complete map. Want hier staat dus ook gewoon bij welke je nog niet gevonden hebt. Waardoor je dus niet gaat zoeken naar dingen die je al gevonden hebt. En uh, ja, dit wil ik jullie gewoon even uh, laten zien. Ik denk dat heel veel mensen dit niet weten. Want heel veel mensen kijken niet echt op Rockstar. Misschien wel vanwege die, uh, die stads die je nou kan kijken ook met online. Maar mensen, mensen kijken niet echt naar deze checklist. En uh, ja, ik denk dat het uh, makkelijk is volgens mij die trofies kunnen ook nog uh, kijken. Als je ze laat. Hij laat ze. Ja, er staat verder er niet extra beschrijving, maar je kunt hier even kijken of het trofisch je allemaal hebt. Alle vraagtekens. Maar in ieder geval, uh, ja, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Als jullie er iets aan hebben, laat alsjeblieft een like achter. van, Hey Dennis, bedankt! Want uh, dat zou ik enorm waarderen. Dat vind ik toch wel, uh, wel fijn. En als je er niks aan hebt, ja, laat ook maar gewoon even achter. Dennis, ja, sorry, ik heb er niks aan, maar laat dan weten waarom je er niks aan hebt. Omdat je er misschien niks van snapt, of dat je niet op de pagina kan komen. Want ik zal voor jullie. Precies deze pagina, socialclub.rockstargames.com Zal ik in de beschrijving zetten. Klik je erop, kom op deze pagina terecht. Je moet je aanmelden. Nou, waarschijnlijk heb je dat al gedaan. Want als je je aanmeldt, krijg je dus een extra wapen en een extra auto. Dus sowieso doen. Ik heb bij mensen gehoord dat, dat, uh, dat het linken niet 100% werkt. Nou, dan denk ik toch dat de fout ergens bij jullie moet zitten. Ik heb nergens last van gehad. Dus, uh, in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie er iets van hebben. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Dus uh, tot de volgende keer en houdoe.